Wat staat er in de weg van jouw personage om zijn of haar doel te bereiken? Obstakels. Mentaal, fysiek of emotioneel, ze zorgen voor twijfel, conflict en actie. Hey, ik ben Luca en ik maak deze video's omdat ik het leuk vind om mijn kennis en ervaring met je te delen, maar ook tips, tricks en behind the scenes. Als je interesse hebt in acteren, presenteren en alles wat erbij komt kijken, klik dan op de knop abonneren. De inhoudsopgave, links en extra's vind je in de beschrijving hieronder. In de vorige video hebben we het gehad over het doel van je personage. Waar vecht hij of zij voor? Wat wil hij het liefst? Heb je die video nog niet gezien, of is het alweer een tijdje geleden? Check hem dan even, zodat je weet hoe dit onderwerp daarop aansluit. Dit is een onderwerp waar ik in mijn workshops heel veel aandacht aan geef. In dit tweede deel wil ik je concrete voorbeelden geven van obstakels die het doel van jouw personage in de weg kunnen staan. Obstakels zijn niet altijd mensen. In feite kan dat alles zijn wat jouw personage in de weg staat om zijn of haar doel te bereiken. Het kunnen objecten zijn, maar ook interne of psychologische conflicten. Laten we het voorbeeld nemen van de vorige video. De scène met de regisseur en de moordenaar. Het obstakel van de regisseur kan fysiek zijn. Namelijk dat hij de vader blijkt te zijn van de moordenaar. Het kan een emotioneel conflict zijn. Hij wil het goede doen, maar als hij zijn zoon aangeeft, dan is hij hem kwijt. Wanneer obstakels het doel van je personage in de weg staan, dan ontstaat er conflict en wordt het allemaal een stuk interessanter om naar te kijken. De kijker wordt eerst aangetrokken door het doel van je personage. Wat hij wil, wat hij nodig heeft. En als een obstakel zich presenteert, dan is het boeiend om te zien hoe zo'n personage worstelt om het obstakel te overwinnen. Obstakels probeer je altijd te overwinnen. Je speelt altijd om te winnen. Anders val je in een slachtofferrol en daar zit niemand op te wachten. Tenzij de schrijvers het zo bedoeld hebben. Obstakels kunnen van tevoren bedacht zijn door schrijvers of door jezelf. Maar vaak ontstaan ze ook als je aan het repeteren bent en aan het spelen. Acteren is reageren en dat kan alleen als je echt luistert en open staat voor het moment waarin je speelt. Ik hoop dat deze video je kan helpen bij het spelen van je rol en het vormen van je personage. Blijf jezelf ontwikkelen en je personage en maak je geen zorgen als het niet meteen lukt. Je wordt er vanzelf beter in. Heb je vragen over dit onderwerp? Laat het weten, ik vind het altijd leuk om van je te horen. Vind je het een nuttige video? Klik op like, abonneer en tot de volgende keer.